Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Grid Mode. We gaan dan verder in België onder nummer 13 van het kampioenschap en aflevering 35. Als je de vorige aflevering in Hongarije gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. En ben je hier nieuw op dit kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019, de Grid Mode zien? Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. We gaan vandaag dus verder in België. Het circuit moet ons uitstekend liggen vanwege het lange rechte stukken. Want daar zijn wij behoorlijk snel. De development is compleet. De tire wear. We hebben nu roldampers. En het weer, ja. In de kwalificatie gaat het regenen. En, ja, je moet wel weten. We starten de race van achteraan. We hebben alles laten vervangen van de motoronderdelen, MGUH, ICE en nog noem maar wat op. Dus ja, waar we ook gaan staan, het boeit allemaal niet. De gearbox hebben we ook vervangen. Die kregen we er wel gratis bij. Maar ja, hier zie je dus onder de resultaten één keer uitgevallen tot dusver. En ja, in alle andere races gewoon een podium. En we gaan dus ook zien of we vanaf de laatste plek hier, dat is een klapje jullie al, weer misschien naar een podium kunnen toerijden. We gaan het zien in de kwalificatie. Time at Spa, one of the mightiest tracks on the Formula One calendar. Long straights, up and downhill, Eau Rouge as well. This track isn't for the faint-hearted. So, could be a tasty one today then, Ant. We've got all the ingredients, that's for sure. Treacherous conditions, an ever-changing racetrack, and one or two cars just behind the pace setters who maybe, just maybe, fancy a bit of an upset after a good performance from them in free practice. And the question has to be, of course, what is that circuit going to look like in 10 to 15 minutes from now? If you think the rain's going to get worse, then you have to be straight out when the lights go green to find whatever grip you can. But if it eases off, then you're better off waiting, saving the tyres, and going out at the perfect moment. The other thing that comes with these conditions? Traffic, and the lack of visibility that comes from sitting in the spray. It's going to be a constant problem, and I expect to see a lot of frustrated drivers with ruined laps out there today. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto voor Q1. You should be able to get into the next qualifying session easily, so try to get a hot lap in early so we can save the tires. Nou, Jeff zegt dus dat we gemakkelijk door Q1 kunnen doorkomen, dus we moeten steeds een hot lap gaan doen, terwijl het daar bijna fout ging, want we verloren daar bijna de auto in onze aanloop naar de eerste run hier in Q1 die nat verloopt, wat ik niet fijn vind, want onze auto is niet goed in de regen. Ja, ik moet alles eigenlijk laten vervangen, want ja, wat je net zag, de MGUH was 61% en die gaat denk ik deze race niet volhouden. Dus vindt hij daar wel een klein beetje wijd, wat geen gevolg heeft voor onze ronde. Oké, okay. Mooi, dan weten we dat. Hier, push, we zijn inmiddels aanbeland bij start-finish. En het was eigenlijk een niet zo goede ronde, want ik spinde. Maar dat heb ik even uitgeknipt. Dus een tweede run in Q1. Terwijl Magnussen daar uit de pitstraat komt, die ons hopelijk niet stoort. Nee, mooi. Die stoort ons dus niet op weg naar Eau Rouge en Radion. We hadden daar wel een moment. We skaten daar eigenlijk als het ware op de baan. Want het is glad, glad en glad hier in Spa-Francorchamps. Terwijl de race droog verloopt. Oké, okay. Wel een beetje last van remmen. En mijn ronde is dus weg. Alhoewel, ja, die tijd klopt niet. Min 22 zoveel. Dat klopt helemaal niet. Want het gat is gewoon 1.2. En dus moet ik dus voor de zekerheid een tweede run, ja, van de pitbox gaan doen. Eigenlijk mijn derde run. En nu is het hier even niet zo prettig met verkeer. We zijn op dit moment op P12. Achter Raikkonen en voor Giovinazzi. En dan wordt het hier timen wanneer ik mijn ronde ga doen. Ik moet sowieso deze extra tijd hebben terwijl Perez hier langzaam rijdt. Ik moet deze extra tijd nodig hebben namelijk voor de verregende kwalificatie. We zijn inmiddels over start-finish met nog een paar seconden op de klok. En nu draait het om P10. Oké, okay, ik dacht even net dat het nog P12 was, maar ik kan me hebben vergist.
We zitten al gelijk in de groen. 15e eronder. Wat hartstikke goed is. We zijn inmiddels bijna bij, ik weet niet meer hoe die bocht heet. Blanchimont, maar ja, daar vergooide ik mijn kansen op een betere tijd. En dus is deze ronde voor niets geweest. P12. Door die slordige fout in Q1. Maar het hoeft eigenlijk voor mij allemaal niet, want ik zag toch als laatste. Dus wat heeft dan kwalificeren eigenlijk voor zin? Ik had hem eigenlijk net zo goed niet kunnen doen. Maar dat betekent minder langere video's. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. En de tijd begint dus nu te lopen. Ik moet hier weer voorzichtig aan gaan doen bij Lassoes. En dan door naar Oroes en Radion. Dan door naar Camel Straight. En dan weet ik de naam niet meer van die andere bochten. Voor de Pouhon, die zit er ook. Door een hele snelle doordraai naar links. Die je bijna vol gas kan nemen. Maar daar zijn we op dit moment nu nog niet. We zijn nu bij de busstopchicane. Om een tijd neer te gaan zetten in Q2. Hier voorzichtig aan gaan doen, want ik kan de auto makkelijk verliezen hier. En onze tijd wordt een 1.58.3 op 2/10 van Charles Leclerc. P3. We zijn inmiddels weer terug bij de pitbox. En we zijn doorgewezen naar P6 op 1.7. En Nico Hulkenberg is er nog een keertje uitgegaan, want die vertrouwde het volgens mij niet. Ja, hij moet ook, want hij staat 14e. En dat is niet goed. Nu staat hij 15e. Dat is niet goed. En dit moet gewoon veel beter voor mijn teammaatje, anders redden we het niet in het constructeurskampioenschap. En ik heb zijn steun hard nodig. Ja, niet voor de coureurskampioenschap, maar voor de constructeurs. De uitslag van Q2, we hebben het net gered. En we zijn een duizendste sneller dan George Russell. Nou, Q3 belooft denk ik ook nog wat leuks. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3. En nu kunnen we hier misschien een gooi gaan doen voor de pole position. Maar dan starten wij niet van pole, want we starten helemaal achteraan. Dus dit kan een interessante race gaan worden. Hier voorzichtig aandoen dat we de auto niet verliezen. We verliezen de auto ook niet. En dan hier snelheid maken richting Oroes. Middels bij de busstop. We stappen met een 1.57.6. En dan stellen we met een 1.58.0 op 3/10 van onze landgenoot. Pitting this lap then. En dit wordt dus de allerbeslissende ronde in Q3. We staan op dit moment nog steeds op P2, maar dat kan zomaar veranderen. We gaan het zien. Oh. Een waarschuwing voor de pitlane exit. Maar als we hier pole position kunnen halen, dan zou dat wel leuk zijn voor de Nederlandse fans. Overigens hebben de Nederlandse mensen nu onderfeest, want het is 1-2 voor de Nederlander. Inmiddels over start finish, nog steeds op P2. We zitten nu wel direct in het groen, hier voorzichtig aandoen. Mooi, geen track limits en dan kunnen we nu weer de snelheid op gaan bouwen richting Oroes en Radion. 3/10 al omhoog, dat is nu 2/10 geworden. Heel goed aangedaan in deze bocht, want het was daar glad en als je die bocht voluit neemt, dan ben je hem zo kwijt. Dus ik had er even gelift. 3/10 nu. Gat met Max op dit moment is 1/1000ste. We zijn dus 1/1000ste langzamer dan onze landgenoot in sector 1. Bij de laatste chicane nog steeds nu naar P3 verwezen. Weber met de snelste tijd. P8. Ha. Dan heeft iedereen zich nu toch nog verbeterd. With qualifying finished, it's time to ja, we stappen van Paul, Bottas 2, Vettel 3, Hamilton 4, Leclerc 5, Weber 6, Piot 7, onszelf naar 8, Giovinazzi 9 en Russell 10. Heel teleurstellend dit. Heel teleurstellend. Had ik niet verwacht. Maar goed, beter dat we nu in de Q3 staan, want we starten toch van achteren. Dus we hadden het eigenlijk gewoon niet kunnen doen, maar dat geeft niks. De rivaliteit breakdown met Nico Hulkenberg en Antonio Giovinazzi. We leiden ze gewoon allebei, we maken ze gewoon hartstikke kapot in. Super mooi om te zien.
research punten voor de upgrades. In Monza komt volgens mij ook een enorme upgrade. Ik weet even niet van wat. Zijn er wel veel. 918 overall. De reputatie met de teams is gewoon gelijk gebleven. Ik neem naar mijn veteran sportsmanship toe. Well done. Very solid nou, result. Dankjewel Emma. Good for the race. We gaan het dus zien in de grote prijs van België. En het wordt een, ja, een één grote chaos te worden. Want we starten vanaf de laatste plek. We zijn er klaar voor. Hopelijk jullie ook. We gaan door met de race hier in België. In the 48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed. The average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about the Professor. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Nou, de grid voor de grote prijs van België. Met het Max Verstappen op pole position, we zien helaas niet zijn gezicht. Bottas als tweede en Vettel derde. Hamilton op P4. Daarachter Charles Leclerc en Lucas Weber 5 en 6. Kwiat 7, Giovinazzi zonder gezicht op P8. Russell 9 en Perez de top 10, maar compleet. Butler 11, Raikkonen zonder gezicht 12. Hetzelfde gaat voor Hulkenberg 13, Magnussen 14, Gasly 15. Stroll 16, Grosjean 17, Ricciardo 18, Sainz 19. En dan zetten we met een 30 plaatsen straf op de laatste plek. Okay, don't worry about making places into one, it's far too tight. Concentrate on a clean exit so you get good momentum down the Kemmel Street. Is goed, Jeff. Ja, we gaan het dus zien in de grote prijs van België. Maar eerst de strategie even aanpassen. Ik denk gewoon medium en soft. En dan gaan we gewoon beginnen met de race. Nou, we gaan dus beginnen met de grote prijs van België. Want de lamp zijn officieel aan voor de carrière aflevering 25. En we zijn onderweg vanaf de laatste plek. En het is een oké start voor ons. Geen nieuwspin, gelukkig. En we kunnen hier al een gigantische divebomb maken richting Daniel Ricciardo en Pierre Gasly. Die raken we ook. Maar geen schade voor ons, gelukkig. Opmerkelijk, we kunnen hier nergens naartoe, want Magnussen blokkeert hier ons gewoon. En dus is het nu afwachten op Oroes en Radion. Maar de start hebben we gehad. Gekhuis is er dus niet. Hier al gelijk Magnussen aanvallen op de Radion. Meer snelheid dan de Renault. Oh, de Renault die wiebelt wat op en neer. Heen en weer zou ik moeten zeggen. Maar P16. Terwijl Magnussen nog terugkomt. Ja, Magnussen komt terug en we raken elkaar. Maar weer geen grote schade voor ons. Nou, daar hoffen we dus mee. Maar we hebben een oké start. Hier Magnussen aanvallen. En dit is een koekje van eigen deeg. Hij is wel zijn volvleugel beschadigd. En Magnussen kan hier trouwens weer terugkomen. Ik dacht even dat het Ricciardo was, maar nee dus. Maar P16. Vier plekken gewonnen. Inmiddels bij de busstop chicane. En dat is een prima plek om in te halen. We hebben Stroll veroverd. Zo zou ik het dus zeggen. De volgende is Romain Grosjean. Die we hier al misschien gelijk in La Suisse kunnen pakken. Aan de binnenkant een beetje blokkeren. En P14 dus. De volgende is Devin Butler. Die we misschien al bij Oroes kunnen pakken. Want we hebben meer snelheid dan de Toro Rosso coureur. Nee. Jammer. Hij rijdt hier wel langzaam. We kunnen hier misschien profiteren. Uit de slipstream komen. Alles openzetten. En ik hier denk ik langzaam voorbij. Nou, Butler geeft niet zomaar op. En Raikkonen is de volgende. Mijn oud teammaatje. Nou, Devin. Hij rent wel erg laat. Page sector 1. Nee. Nog steeds P14. Hier dan proberen aan de binnenkant. Een moment overstuur. Butler verdedigt ook de binnenkant. Aan de buitenkant proberen. Nou, Butler laat ons niet echt leven. En dan laat hem hier dus ook niet leven. P13. Nou, 7 posities gewonnen in de eerste 2 ronden. Het kan niet beter. Hier dan Kimi Räikkönen weer bij de busstop chicane.
actief inremmen bij de Finn. Hij laat ons leven. En hij ramt ons gelukkig niet van de baan. Verstappen snel met een snelste raceronde. Ik heb niet gezien wat het was. Terwijl wij wel even onze tijd verbeteren naar 1.50.1. Met paars, groen, paars. We hebben onze voorvleugel wel beschadigd. Ik weet dus niet van wat. Maar dat geeft niks. We kunnen nog lekker door. De volgende is George Russell op P11. En dan gaan we kijken of we hem hier al kunnen verschalken. Volgens mij wel. DRS geopend. Hier terug kruisen in de slipstream. En dan hier aan de buitenkant proberen. Perez is de volgende ook. Nou, Russell remt ook laat. Maar we pakken hem hier mooi aan de buitenkant. 2/10 sneller dan onze beste lap. Paars in sector 1. Dat is altijd goed. Alles ziet er nog goed uit trouwens van de onderdelen van de motor. We willen wel een klein beetje blokkeren, maar dat geeft niks. Perez is de volgende. Op P10. Daar inmiddels aangekomen bij Sergio Perez. Kunnen we hier dan bij Oroes pakken? Nee. Want we moeten daar op de rem. Oh, we verliezen de auto bijna. Alles nog goed onder de controle. Hier dan DRS geopend in de slipstream op Camel Straight. Hoppata, we zijn er voorbij. Ja, we zijn er voorbij. De volgende is ons teammaatje Nico Hulkenberg. Die nu wel in de punten rijdt. Dus hopelijk houdt zijn auto het dit keer wel heel. Want hij is al 3 keer uitgevallen. Op een rij, hè. Aan de buitenkant proberen bij Nico. Nee, want er is geen grip. Hij laat ons niet ook leven. Hij laat ons niet echt leven. Terwijl de auto daar ook bijna verloren. Daar dan bij Blanchimont proberen aan de binnenkant. En het is P9. Een prima inhaalactie dus van ons op Nico Hulkenberg. De volgende is Giovinazzi. Die een niet zo goede race rijdt voor een Red Bull coureur. P8. Dat moet echt beter. Maar het liefst heb ik natuurlijk dat hij vertraagt. Zodat wij hem lekker makkelijk kunnen inhalen. Ronde nummer 5. Gat naar Giovinazzi is 1.0. Gat naar Hulkenberg is 3/10. Dus die heeft dadelijk ook gewoon weer het DRS van ons. En dat kan misschien wat moeilijkheden gaan veroorzaken. Maar ik hoop het niet. Oh, hier toch DRS van Antonio Giovinazzi. Had ik niet verwacht. Hier dan proberen? Nee, te ver. Wel paars in sector 1. 15e eronder. En hierom misschien wat opleiding voor deze bocht. Die we niet al te wijd moeten gaan nemen. Terwijl Kwiat even bij Leclerc kijkt. Ja, die nemen we dus toch te wijd. Inmiddels bij de busstopchicane. We blokkeren wel een bandje. Oh, ik was er even bang dat we Leclerc daar ook raakten. Maar niet dus. Klein moment overstuur. Kan wel problemen hebben voor onze exit. Maar nee, dus een 1/10 langzamer. We laten het liggen in sector 3. De volgende is Charles Leclerc op P7. En daarvoor rijdt Kwiat en Hamilton volgens mij. Verstappen leidt de grootste prijs. Waar we nu naar Charles Leclerc moeten toerijden. Nou, Leclerc probeert het daar hoor. Maar dat lukt niet. Want Hamilton of Bottas verdedigt die plek uitstekend goed. Geen track limit waarschuwing. Interessant. Hier kunnen we hier misschien dan in de slipstream van Charles Leclerc naartoe rijden. Hamilton is een sitting duck. Leclerc komt nergens naartoe. En wordt geblokkeerd door Kwiat aan de buitenkant kijken. We komen van heel ver. De buitenkant kiezen en P6. P7 is dus van ons. P7 is dus van ons, want 6 heet Danny Fiat. Maar die hebben we eigenlijk nog niet veroverd, want Leclerc komt terug. Op het moment overstuur, want we raakten de curbs. En die Ferrari had zoveel acceleratie. Daar kon ik gewoon niet tegenop. Komt ook door de soort band, want wij rijden op de medium band. En de andere jongens rijden op de soft. Hier dan opnieuw proberen. Oh, jezus. Charles Leclerc keek naar de buitenkant. Jezus, wat een wilde actie van de monegask. En wij moesten daar even ontwijken. Ons hart ging eventjes omhoog. Maar toch een 2-1 move op Camel Straight. Wie had dat gedacht? Maar het was dan wel even spannend. Ook even benauwend. Inmiddels is Hamilton een sitting duck. Bottas kunnen we ook gelijk aanvallen. Ah, maar die blokkeert hier ons. Kijk, dat is slim. Dat is heel slim van Mercedes. Maar Hamilton kan toch niet profiteren, want we snijden hem af. Maar Bottas is een tweede wiel. P5, you're in P5.
Bottas ahead, the gap is less than a second, they're on old softs. Hamilton behind, they're on old softs. Nou, Hamilton is op oude soft. En hier is Bottas dus weer gezien. Aan de binnenkant. We laten hem niet zo leven, hier naar de buitenkant duwen. En hem dan hier niet afknijpen, want hij rijdt zelf naar ons toe. P4 in ronde nummer 9. Het begint goed te komen. Voor ons rijdt Lucas Weber. De banden zijn oké op dit moment. 4 seconds. They're on old softs. Weber is naar binnen gegaan. 5.7 seconds. Pit window opens. We stappen naar binnen en Vettel aan de leiding. Sebastian Vettel aan de leiding. Nico Hülkenberg is naar binnen. Nico is in for his stop. Oké. Dus ik ben benieuwd waar wij dadelijk terechtkomen. Komen wij voor of achter Lucas Weber terecht? We zijn inmiddels, in ieder geval nu, inmiddels aan het stampen. En Weber komt in verkeer terecht. Oh, we kunnen dus nu niet, omdat Nico Hülkenberg namelijk in de pitbox zit. Daar zijn we inmiddels allemaal bij de pitstraat. En we gaan kijken waar wij terechtkomen. Komen wij voor of achter Lucas Weber terecht? Ik denk achter Lucas Weber. Inmiddels de leiding veroverd in de pitstraat, maar die zijn we daar toch weer kwijt aan Danny Kvyat. Goeie stop, 2.1. Hé, hey, daar zat nog iemand. Dat was een Toro Rosso coureur. We zijn inmiddels achter Weber terechtgekomen. Net achter Weber. Nou, dan was dit wel een prima stop. Ook een prima goede overcut eigenlijk. Op Bottas. Daar zijn we wel blij mee. Terwijl we daar wel eventjes de auto bijna verloren. Op de Radeon. En inmiddels zijn we aangekomen bij Lucas Weber. In zijn Williams. Kunnen we hier bij Blanchimont proberen. De binnenkant. De binnenkant. Oh, en we raken elkaar wel. Maar het is gelukt. De binnenkant van Blanchimont werkt dus uitstekend. Weber is volgens mij wel een stuk van zijn voorvleugel kwijt. De leiding is nu in handen van Max Verstappen. Met nog 1100 te gaan. We zitten op de helft. Het gaat hard. Niet de snelste raceronde. Want we zijn net naar binnen gekomen. En we rijden nu op een andere band. Daar is Vettel alweer de pineut, ronde nummer 13 in de slipstream, DRS, buitenkant kiezen en hij is gezien. De volgende heet Max Verstappen, Pagin sector 1 en we zien hem al rijden. Twee Nederlanders vechten voor de overwinning, dat zou heel leuk zijn. Dan is gewoon Max tegen onszelf. En dan vinden de Nederlandse fans dit fantastisch. Ronde nummer 14, Verstappen zit eraan te komen, is niet snel. Misschien kunnen we het hier al doen. Diep inremmen bij de Nederlander. Verstappen verdedigt de binnenkant, maar wij remmen extreem laat. En de leiding verovert. De leiding verovert en nu kunnen we dit vasthouden tot het einde van de race. Dit is ronde nummer 15, Nico Hülkenberg. Ach ja, ja. Oh. Ja, sorry hoor mensen, maar... Ja, ik weet niet wat ik hierop te zeggen. Ja. De vierde uitvoerbeurt van Nico Hülkenberg op een rij. Als ik dat goed zeg uit mijn hoofd. Dit is zeer teleurstellend. Echt teleurstellend. Ja, nu moet ik dus weer de punten bij elkaar gaan sprokkelen voor Alfa Romeo. En ik denk toch dat ik na seizoen 2 misschien toch het team ga verlaten. Dat ik misschien naar een ander team ga, bijvoorbeeld Haas of Ferrari. Want dit kan zo niet lang, jongens. Kom op. Nico Hülkenberg die valt steeds uit. Ik moet steeds de kar trekken. En het heeft geen zin, terwijl de Virtual Safety Car inmiddels is geëindigd. Want Hülkenberg staat op Oroes, volgens mij, stil. Laatste ronde loopt inmiddels. Het is wat bewolkt te gaan worden. Maar wat was dit een super grote prijs. Van P20 naar P1 met een 1-stop strategie. Vettel naar medium, die heeft volgens mij een 2-stop gedaan. Maar dit is ongelooflijk. We hebben wel een tijdstraf van 3 seconden. Het gat naar Vettel is 3.4. Nou, een prima resultaat hier in Spa-Francorchamps. Het thuisblik wordt weer beloond met onze tweede overwinning op rij hier in Spa-Francorchamps. En de titel komt nu echt dichterbij. Congratulations to Alfa Romeo then.
for their excellent win today. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I think the key here is just the quality of the racecraft, you know? I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. Alfa Romeo have been winning fans the world over with their brilliant driving, showing that they're a force to be reckoned with out there on the track. They'll certainly be building on that fan base after today's excellent result. Nou, de uitslag, wij winnen dus de grote prijs vanaf de laatste plek met een 1 stopper en 26 punten in totaal, waardoor we verder uitklimmen van Lewis Hamilton. En we staan gelijk bij Mercedes, maar Ferrari komt er ook aan. Dus de constructeurstitel is spannender dan de coureurs. Ja, helaas, Hülkenberg de enige uitvaller en hij helpt ons niet echt met de constructeurs. We staan wel gelijk bij Mercedes. Maar dit wordt nog heel spannend in de rest van het seizoen. Tussen de constructeurs Mercedes, onszelf Alfa Romeo en Ferrari. Maar ik denk dat de coureurs kampioenschap al is vergeven aan ons. Want 112 punten, dat rijden niet zomaar dicht. Great there today. Let's have your thoughts. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Ja, ik weet niet. Ik had de strategie aangepast. Maar eigenlijk zouden we dus een... twee stoppen moeten doen, maar ik had toch een 1 stoppen gedaan. Your de downforce was trouwens hartstikke goed op dit circuit. En ja, het team is altijd ecstatic. Geen flauw idee wat dat betekent. Ik denk vrolijk, goed. En ik ben dus blij dat ik gewoon naar mijn verwachtingen kan racen. Welke crash bedoel je, Claire? Great. Well, that's nou, everything. Tot in Italië. De rivaliteit breakdown, ja, we winnen gewoon met Nico Hülkenberg. We winnen ook ten opzichte van Giovinazzi. De resource punten na de grote prijs. Nou, best wel veel. Best wel veel. De reputatie met onze team en andere teams is gewoon gelijk gebleven. Veteran en sportsmanship. Great work this weekend. It was fantastic to see. Nou, dankjewel Emma. Hoop ik dat we in onze thuisrace in Italië, de team thuisrace, weer kunnen schitteren. Ja, dit was dus jullie mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nu op dit kanaal en wil je meer afleveringen zien van F1 2019 Greenwood voor wekelijkse content, voor leuke content die spannend zijn, grappig zijn, zoals je net zag met Nico Hülkenberg. Druk dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Doe alsjeblieft in de comment sectie je mening geven wat je van deze video vond. Vind je het een leuke video, vind je het niet zo'n leuke video? Zeg gewoon de waarheid. Mij maakt niet uit wat je ervan vindt. Volg me ook even op Instagram, links in de beschrijving. En zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. En dan verder in Italië.